Dit is het kerkblad, zoals u misschien nog kent als u wat langer al lid bent. En als u heel goed kijkt, dan ziet u daar rechtsboven de datum staan, 25 september 1993. Nou, dat is voor sommige mensen echt al heel lang geleden. Waar wil ik heen? Nou, we moeten even kijken naar deze bladzijde. Daar staat een stukje tekst over het afscheid en aantreden van Kosters. Ik zal hem even een beetje uitvergroten. Afscheid en aantreden van Kosters. Als gemeente hebben we afscheid genomen van de Kosters-echtsparen Rietveld en Van der Ster. Ook hier zeggen we hen dank voor alles wat zij in de afgelopen 4 jaar voor onze gemeente deden. Ons nieuwe Kosters-echtpaar Bos wensen we veel vreugde bij het dorpelwachterschap. Nou, Frank en Riek, je voelt hem al aankomen. Ik wil je weer vragen of dat je eventjes naar voren wilt komen. Ik weet dat jullie er niet van houden om in de publieke belangstelling te staan. Misschien wil jij eventjes naast mij komen staan. Maar dit was toch een moment wat we niet helemaal ongemerkt voorbij konden laten gaan. Even kijken, ik heb nog een paar plaatjes om met jullie te delen. Dus misschien kun je even met mij meekijken. Eventjes misschien voor de mensen die wat minder lang lid zijn. Dat kerkgebouw is in de loop van die 25 jaar wel wat veranderd. De werkplek van ons Kosters echtpaar. Zo zag het er voor de verbouwing uit. U ziet hier nog de zijingang de ramen van de voormalige kerkenraadskamer. En ook de vooringang die inmiddels naar de zijkant is verhuisd. Zo zag dat er een beetje uit. Mijn kinderen zeiden pas van, dat is geweldig zo'n ingang aan de voorkant. Ideaal, dat zou je eigenlijk weer moeten doen. Dus misschien bij een volgende verbouwing. De kerkenraadskamer met heel plechtig alle predikanten aan de muren in een lijstje. Tot en met dominee van Spijker volgens mij. En de koffie staat al klaar. Nou, een van de dingen waar ons Kosters echtpaar altijd trouw voor gezorgd heeft. Op de achtergrond zie je ook de lettertjes van het liturgiebord. En even kijken hoor. Nou, natuurlijk een mooi schilderachtig plaatje. Jullie werkplek in de afgelopen 25 jaar. Gelukkig zag het er niet altijd zo uit, anders had je heel veel sneeuw moeten schuiven. Ja, dit is toch even een... Onze Koster zit vol verrassingen. Je zou misschien denken, het is een wat ouderwetse man, hè? Al 25 jaar Koster. Maar niets van het wel. Hij heeft ook talenten die wij niet kennen. Ja, er gebeurt hier van alles door de week. Als wij er niet zijn, dan kan het zomaar zijn dat hier een drumstel staat. Maar zo kennen we hem beter, hè? Het ophangen van de liederen. En dat is een taak die jullie al, in ieder geval Frank en soms met hulp van Joas, al heel lang waarnemen. Nou, in het afgelopen glossy stond er ook een klein stukje waarin jullie ook als gastvrij echtpaar zeg maar, centraal werden gesteld. Als je, zeg maar, ja, jullie zijn de eerste die we zien als we de kerk binnenkomen. En dat doen jullie ook altijd op een hele gastvrije manier. Nou, ik heb even een klein lijstje gemaakt van wat betekent dat nou, 25 jaar Koster. Ik heb eens even uitgerekend, dat zijn ongeveer 1300 zondagen geweest. Dan hebben we het nog niet eens over de feestdagen van... Kerstmis, paasdagen en noem maar op. Ongeveer 2700 kerkdiensten. Enkele honderden catechisatieavonden, misschien wel richting de 1000. Even zoveel kerkenraadsvergaderingen, schoonmaken, het gras maaien. Ik heb geprobeerd uit te rekenen hoeveel koffie en thee jullie hebben gezet in die 25 jaar. Maar dan denk ik dat je aan een zwembad komt of zo. Jullie hebben 3 predikanten al onder jullie hoede gehad. En volgens mij zijn die ook best dankbaar met de ondersteuning op de catechisatieavondjes en ook daaromheen. Als je kijkt naar het liturgiebord, ik schat in zo'n 50.000 lettertjes en cijfertjes zijn daar opgehangen. Zo kan ik nog even doorgaan. Daar kom ik zo meteen op. Ik wil jullie in ieder geval een bosje bloemen aanbieden namens de gemeente. En een kleine attentie waar jullie zelf wat voor kunnen kopen. Daar komt de bos. Misschien wil jij hem geven. Misschien wil jij hem gelijk geven. Hij zit in een vaas. Zullen we het gewoon even zo houden? Dan geef ik jullie van harte bedankt voor de trouwe diensten in al die jaren. En we hopen natuurlijk nog heel lang van jullie diensten ook gebruik te mogen blijven maken. Want... jullie doen het met plezier, maar wij zijn er als gemeente ook heel dankbaar voor. Om die dankbaarheid een klein beetje te uiten, wil ik in ieder geval een kleine cadeaubon aan jullie geven. En mag ik die aan jou geven, Rick? Ja. Bedankt. En
Ja, we weten dat jullie niet zo zitten te wachten op menselijke roem en eer. We vergaren schatten in de hemel, dus daar zullen we niet al te veel van afsnoepen. Dus daar wil ik het bij laten. We willen samen een psalm zingen die ook gaat over de tekst die stond in het kerkblad. Psalm 84, over dat dorpelwachterschap. Dus misschien kunnen we dat gewoon samen zingen. En dat lijkt me een mooie afsluiting van dit kleine feestelijkheid. En aan de afloop is er nog koffie in de zaal hiernaast. Dus iedereen van harte welkom. Helaas heeft Koster wel zelf de koffie moeten zetten ook. Maar misschien dat wat gemeenteleden kunnen helpen straks met het opruimen. Dat ze dat dan in ieder geval niet zelf hoeven te doen. Als je even gaat zitten, dan kunnen we samen zingen. Dan kun je ook vanaf het scherm lezen.